Goedemorgen, wij zijn wakker. We zitten brood te eten. En ik geef haar gewoon het hele brood met korstjes en al. Maar ik kan me nog herinneren, ik haat de korstjes echt. Wat is jullie minst favoriete deel van de boterham? De korst, de bovenkant of die onderkant met die hoeken? Oh, ik haat eigenlijk die ronde kant. Die hoeken, daar kan je nog soort van, kan je zeg maar dan flip je zonder geestje zo eten, maar die ronde. Nee, dit bedoel ik met die hoeken, die zeg maar die onderkantjes. Ja. Oh nee, zij hebben al denk ik ontbeten. Deze korst. Deze is voor jou. Is voor jou. Dit is een lekker korstje eten, ja. Ja. Goed zo. Ja. Ja, dit is van Mila. Ja. Je mag hem opeten. Mag. Goed zo. Oké, we gaan Mila naar de opvang brengen en dan hebben we eerst even bodyfix en daarna door. Zullen we naar IKEA dan vandaag gaan? Zometeen die bakken? Ik ga gezellig, maar wat wilden doen? Ja, of zo. Op zich, want ik heb mijn ding om 13:30 pas. We kunnen daarvoor huisdingen doen. Ja. Look of the day. Deze jurk. Slippers, het wordt als het goed is 20 graden zonder regen. Oké, we hebben Mila net afgestapt bij de opvang. We gaan even langs ons nieuwe huis waar gewerkt wordt. Even kijken hoe het gaat en zo. We gaan nu echt 2 keer per dag ongeveer. 1 à 2 keer per dag denk ik wel. Even kijken. Ja. Want nu komen natuurlijk de laatste dingetjes en zo. Mm-hmm. Dat moet wel. En ik denk dat we hebben dan Bodyfix wel verstandig is om daarna IKEA bakken halen. We moeten sowieso naar het oude huis. Ja. En dan al beginnen met dingen inpakken ook wel te doen. We laten het inpakken, maar we willen gewoon wel bepaalde, zoals bijvoorbeeld voor sneakers en zo, die wilden we dan inpakken doen. Mm-hmm. Ik heb ook nog wel een paar. Ja, we hoeven die doos niet op elkaar en die doos, dat er iets anders tegenaan komt. En als dan in een bak zit. Dan, ja. Wow, jongens, mijn vloer. Spikkels. Ik kan me voorstellen trouwens dat mensen dit intens vinden, hè? Dit zo behangen en zo, maar. Oh. Ik vind het zo vet. Die vloer is echt. Het begon met terrasso en toen werd het toch gewoon misschien maar 1 kleur. En toen, nou, laten we dan maar spikkels doen. Onze inbouwkast. Kijk, en dat is mijne. Die vroeger heeft die donkerbruine en ik heb die grijze. Oh, die is mijne. Ja. Kijk. Fashion. Hiermee ga ik erin. Oeh. Wij komen net van Bodyfix. Daar zijn we een uurtje geweest. Ik heb dus in dat apparaat gelegen met een warmtebalsem. En ik kan daar gewoon niet tegen. Dit is al denk ik de 5e keer of zo dat mijn huid daar zo extreem op reageert. En dat zijn, je hebt dan van die warmtebalsems wat je voor je spieren en zo. En Jessica zei het ook al, ik denk dat je allergisch bent ervoor. Ik heb er echt een soort van uitslag van ook hier. Echt, oké, ik moet vanaf nu, ik heb vanaf nu besloten dat ik dat nooit meer op mijn lijf ga smeren. Gewoon, ik kan het niet meer. Het is gewoon. Ik kan het niet meer aan. Nee, maar het is de laatste keer dat ik het deze. Ook alweer jaren geleden. En toen had ik ook al zo'n last van. Dus nu weet je het zeker? Nu weet ik het zeker. Het is niet iets tijdelijks geweest of zo. Ik kan het gewoon niet. En het is zeg maar normaal dat je huid een beetje warm wordt. Daar is het voor. Maar ik heb echt een soort van bulten ervan en zo. Maar ja. Goed. We gaan nu naar de IKEA. Om bakken te halen. En dan naar ons oude huis. Oké, we zijn bij de IKEA. Zo, hier zijn we lang niet meer geweest. Denk hier dat... ben jij nog nooit geweest. In deze ben ik sowieso nog nooit geweest. Ik heb 1 keer, 2 minuten. Toen dacht ik, nou... Wegwezen. Ah, ik vind IKEA zo leuk.
kan er echt in verdwalen. Maar voor nu is het gewoon... Ik kom voor die speciale... Ik wou net zeggen, jij kwam voor die huisdingen toe altijd. Nee, voor hier niet. Hier kwam ik voor Off-White toe. Oh, dat bedoel je. Nee. Zo drukte dat ik weg. Oh ja, ik kwam altijd voor huisdingen. Ik wou net zeggen, toen kon jij echt niet meer met IKEA. Maar ja, we gaan even plastic bakken halen. Snel. Normaal zou ik het online bestellen, maar dat duurt zo'n, zes weken of zo bij IKEA. Dus ja. dat doe ik eigenlijk niet meer. En hoppa, gelijk door. Hebben we dat nodig? Ja. Dit zijn nou echt van die dingen die je altijd... Oké. Weet je wat, we hadden hem opgewerkt. Kijk, daar zijn ze. Deze bakken zijn geweldig. Die hebben we in storage staan, die hebben we overal... Nou, dit is echt super handig en we willen daar een paar van kopen om... Zeg maar wat ja, waardevolle, breekbare dingen in te doen. We hebben toch extra bakken nodig voor onze kelder. Toppie. Ze heten Samla. Oké, 14 stuks. Ik denk dat dat wel voldoende is. Daar passen een aantal schoenendozen van Foef in. Ze hebben niet. De deksels zijn op. Gewoon van alles. Al deze doorzichtige Samla dingen. Oké. 14 bakken zonder deksel. Die zijn dus echt helemaal op. Maar goed, komt allemaal wel. En dan hebben we Ziploc baggies en rollen. En we hebben hot dogs, de Vega Veggie hot dog. Nog nooit gegeten hier. Ja, jij wist wel van het. Ik wist dat ze het hadden, maar ik heb het nog nooit eerder op. Wil jij de hele ketchup of ga je alle ketchup erop? Heb jij geen ketchup? Ja. Oh, zoveel, maar één zakje hoeven aan te breken. Ik ga denk ik alle doen. Er zit niet zo heel veel in. Nou. Ik heb nu nog niet eens de helft in. Oh ja, wacht. Misschien wel delen dan. Oké. Moet ik mosterd ook over? Ja. Maar dan zou ik een los zakje doen. Ja, dus... Nee, die is leeg. Dat bedoelde ik met, moet die ik die ook overnemen als in samen... Hier is een zakje. Nee, ik heb hier een zakje mosterd. Oh, dat is inderdaad wel veel ketchup. Ga je mayo doen? Ik twijfel een beetje. Zeker, dat hoort er wel bij. Oké. Ga je extra ketchup doen? Een mayo delen dan maar? Ja. Hoeveel minuutharden heb jij gedaan? Het hele zakje? Dat is echt heel veel ook. Ja, maar ik vind het lekker. Ik ook. Ik wist niet dat je het zo lekker vond. Nou, maar dit is zo milde. Anders had ik wel een keertje een soort mosterdfeestje voor je gehouden. Nee, ze hebben net als bij de Hema hebben ze ook zo'n lekkere milde mosterd. Die is lekker. Die is echt super lekker. Die is toch van de Unox? Is het zo? Terwijl namens alles nog van de Unox. Ah. Woehoe, ketchup en mayo overweg. Die was zo te hakken. Ja. Nee, even. Nou, dit is zo stom. Wij komen het tankstation netjes ingereden en we willen hier gaan staan om te tanken. En er iemand gaat via de uitrit. Daar mag moet je dus ik hem nou niet... daar gaan? Die schiet voor ons. Jezus. Hier, zet zijn auto hier, stapt uit en is weg en gaat nu rustig naar binnen daar en gaat nu rustig naar het toilet daar. We gaan nu eens lekker zitten scheiden. Dus je hebt gewoon ons afgesneden om sneller te zijn hier. Echt die ene seconde omdat je per se ervoor wilde. Wauw. Mind you, er zijn allemaal parkeerplekken hier omheen waar je de auto netjes kan neerzetten om gewoon even naar binnen te gaan of het toilet. En hij zet hem gewoon voor ons zo neer en stapt op zijn deur gemak uit. Ja, moet ik betalen binnen? Ik wil zo graag die man aanspreken. Nee, maar ik wil erbij zijn. Ik wil zijn hoofd zien. Ja, maar hij moet eerst gaan betalen, dus hij is aan het scheiden. Ik ga daar opnieuw. Nee, oké. Wij zijn in ons oude huis bij de poezen. We gaan even wat dingen in bakken doen. En morgen komen Lin en Klaas en Mees. En die gaan ook... Lin en Klaas en Mees. Die gaan even wat dingen meenemen ook. Dus ik ga nu gelijk even kijken wat eventueel ook weer weg kan en zo. Als in trash. Trash. Een apart bakje maken voor... Voor Mila schoentjes. Leuk nieuwtje trouwens. Aanstaande zondag, dat is overmorgen, komen er meiden make-up uitzoeken. Ik heb er 3 gekozen. Gisteren met ze gedm'd. We kwamen uit op overmorgenochtend. Dus die komen hierin. Oké, ik heb hem nog voller gemaakt. Hij zit nu echt helemaal vol. Ik heb 1 bak gevuld met allemaal van, Marcia items eigenlijk. Boeken, planners, wimpers, nagels en concealer. Ik heb zoiets leuks nu. Ik ga...
les krijgen over de cricket. En dat is dus die slimme snijmachine waar wij die tractaties mee hadden gemaakt. En wat echt zo leuk is. Je kan allemaal, ja, ik kreeg zoveel comments en DM's van mensen die zeiden, hoe heb je dat gemaakt? Met een cricket. 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 En ik heb zo meteen 1-op-1 les daarover. Workshop. Om het zeg maar optimaal te leren gebruiken. Want we hebben er nou toch wel een avondje of 4-5 mee gespeeld. En dus uiteindelijk die tractaties gemaakt. Maar je kan er zoveel mee. Dat ga ik allemaal leren. Kijk, dit is hem. Cricket. Zo vet. Ja, we hebben al dingetjes hierin gedaan. Dit zijn allemaal tools die je gebruikt om het eruit te halen. En dit is een ander mesje. En nou ja, je hebt echt allerlei dingen hiervoor. En dan schuif je hier het onderblad in. Oh, die moet ik even pakken nog. Hier, je hebt dan dit en dit. En nou, echt, juf Masha komt weer naar boven hoor. Dit is zo lachen. Je kan gewoon eigenlijk alles snijden, alle vormpjes, alle... Ik kwam in de TikTok-wereld van cricket dingen. Nou, ik hield het niet meer. Ik kreeg en ik zat helemaal, oh my god, check dit. Oh my god, check dit. Er zijn allemaal van die cricket hacks of cricket. Ja, het komt uit Amerika, dus... Dit is gewoon, zeg maar, ding om bij te snijden. Nou, we gaan het zien. Hallo! Hi! Zo leuk! Doe je dit vaker workshops zo, 1-op-1? Ja, zowel voor nieuwe mensen in groep online, ja. En ook af en toe individuele sessies, okay. Omdat we dan natuurlijk echt op de vragen apart kunnen ingaan. Hallo, jij bent serieus de eerste die je ziet, maar verrassing, ik kom er dus met twee. Dus ja. Normaal lanceer ik er eentje, zeg maar, in de zomer, en dat is dan... Deze. Oh, mooi zeg. Dank je, dank je. Ik laat hem heel veel gesloten. Ik ga mijn video openen. Jongens, kijk nou hoe leuk. Dit is een sticker dan gemaakt. Je hebt ook van die vellen dit wat de sticker is. En dat kan je dan in je planner plakken en zo. En... Dus je kan er op envelopjes, je kan er zeg maar elk soort van tekst. Ja. Kan je erop gaan laten schrijven. Het hoeven ook geen rondjes te zijn. Ik heb ook een tijdje geleden voor de kerst zo leuke sluitzegels gemaakt. Maar is dat... De envelopjes. Is dat dan met die stift gedaan ook? Dit? Ja, met dat die pen. Is met de pen getekend. Ja, ja. Kan en hier je dus hebt een pen. Heel veel verschillende kleurenpennen en uitvoeringen. Dus glitter, metaliek, alle mogelijke kleuren. Het kan tekst zijn, het kunnen ook icoontjes zijn. Wanneer je zegt, ik wil allemaal... Zeg maar fitness-icoontjes. Kleine bolletje. Oh, dit is echt briljant. Dit is voor mijn planner. Gewoon echt precies. Oh, ik kan het niet aan. Oké. Okay. Oh, guys, we gaan een boekenleggertje maken voor de planner. Iedereen vraagt er altijd naar. Zo'n, zeg maar, wat je erin kan steken. En daar gaan we nu mee oefenen. Dus, ja. Want ik heb hier dat harde karton. En dan kunnen we dat eruit snijden. Kijk nou, jongens. Ik ben even op Pinterest aan het kijken, maar... Ik kom dit tegen. Oh, hier is ook to do en today uitgesneden. Dan gaan we die lettertjes er doorsnijden. Net zoals we wat jullie met die opsplitsfunctie gedaan hebben. Dat kan natuurlijk wel. Ja, alleen dit is denk ik meer. Dan moet je meerdere van deze maken die je dan invult als to-do list. Nee, ik zou er eentje willen die ik herbruik, zeg maar. Herbruikt, okay. Ja. Oh, dit is ook grappig. Mensen maken ook, zeg maar, dit, magneetjes. Kan ook. Oh, ja. Ook lachen. Dat je hem zo snijdt en... Hoe is die dan ongeveer? Oh, heerlijk. Je kan alles uitlijnen en alles centreren. En kijken we nu een... Oh, ja, het gaat een stukje sneller op die manier. Ja, en ik heerlijk. Denk, als we hem dan... Die ga ik even kopiëren. Als kijk, we hem nu kijk, opsplitsen... Kijk, en dan... Oh. Dat was te snel. Voilà. Dan hebben we hier al het, zeg maar, het liepje... Ja. Dat we uitgesneden hebben. We zullen er een roze van maken. Och, kijk nou. Oké. Okay. En eigenlijk kunnen we er dan meteen alle, zeg maar, pastelkleurtjes van maken. Oh. Die je ook in je papier hebt. En dan kan je makkelijker zien hoe het er ook echt gaat uitzien. Wanneer je ze op je papier hebt uitgesneden. Kunnen we daaronder dan iets snijden? Oh, dit is zo leuk. Onder dat lipje een oh, of boven. Oeh. Kunnen we today erin snijden? Hierboven? Ja. Of hieronder? Nee, erboven. Dat steekt uit. Zeker. En erin snijden of echt erop vastzetten zoals je op die Pinterest-foto liet zien? Nee, doe maar erin snijden. Want ik denk anders dan scheur ik ze er misschien wel af. Even denken. Dus misschien... we kunnen het ook met de pennen? Ja, met stift toch doen. Omdat dit anders wel heel klein, fragiel wordt met
snijden. Of we maken gewoon een extra variant. Ja, of we doen stift boven en dan eronder iets eruit snijden. In een mooi vormpje of zo. Hier kan ik natuurlijk uren door scrollen. Is er een bepaald thema waarvan je denkt dat lijkt me leuk om daar iets mee te doen? Misschien hartjes of zo? Een human heart. Oh, die is leuk. Die derde is leuk. Deze? Ja, die vind ik leuk. Okay. Waar wil je hem ongeveer uitgesneden zien? Zo en dan een beetje, ja, zo. En dan iets kleiner misschien? Nee, ik dacht wel midden. Ja, ik wil altijd alles in midden? Ja. Onderaan of in het midden ook van de... Midden, denk ik. Midden, oké. Okay. Ja, er zijn het is zoveel. Ja, er zijn echt zoveel leuke. En met die pennen is het ook echt een super mooi effect, want je kan het echt... Het ja. lijkt alsof je het zelf getekend hebt. Oh, zo'n boompje vind ik ook wel leuk. Die, deze? Die, ja. Oké, top. Hoe ziet dat eruit? Is het te druk? Nee. Follow your heart... En wil je hem ongeveer zo groot of iets kleiner? Ietsje kleiner en dan misschien inderdaad een beetje zoiets, ja. Vind jij hem te dun nu? Nee, ik vind het wel oké zo. Okay. Dan is het ook even breed als de insneden. Oké, ja. Mag wel, denk ik. Ja. Oké. Okay. Oeh, en de derde, wat zullen we doen? Snijden? Ja, ik weet het niet. Oké, ik heb een idee. Ik heb dus van dat glitter washi tape. Als ik dat nou... plak. En als we daar nou iets uitsnijden en dat ik dat washi tape dan plak op die today. Op, ja, super. Dat zou heel erg mooi zijn. Oh, hoe breed is die tape? Wacht, ik ga hem pakken. Wacht, hij ligt bij de versiersels en zo. Die had ik voor tractaties ook. En zo. Ontdekking. Dit is dus washi tape die ik hier heb. Dan plakken we die zo en dan kan je hier dus dingen uitsnijden. Er is letterlijk een washi tape stand. En dan, ik zit te denken om hier hartjes uit te snijden. Maar dan kan je dat dus als stickers doen. Dan maak je hier gewoon stickertjes op en die gebruik je. Oh my god. Ik heb op mijn nagels hartjes. Zou ik dat kunnen doen en dan op mijn nagels kunnen plakken? Ja, ja, zeker. Ja, je kan ook restjes vinyl gebruiken. En daar gewoon nog een transparant laagje over doen. Oh, het blijft echt super goed zitten. Ik kan dit niet aan. It's too much exact. Ik moet even een minuut stil. Oké. Zullen we dat dan proberen met die washi? Dat ik dan hier inderdaad hartjes uithaal? Klopt het ook met je thema met die andere twee? Hartjes eruit en dan doe ik die tape erop. En dan plak ik anders die hartjes misschien eronder of zo. Ja, kan je doen. Of je kan de hartjes... zeg maar uit de washi tape snijden en dan wel de washi tape in de volledige breedte op je boekenligger plakken. Ja, dat bedoelde ik. Ja, dan plak ik die zo en dan doe ik die hartjes misschien eronder of eromheen of iets. Ja, de combinatie. Ja, superleuk. Oké, yeah. Let's do it. Gaat hij dit nu, hoe gaat hij het groeperen? Gaat hij nu... Ja, als je nu alles selecteert... Ja? En je kiest voor uitlijnen horizontaal verdelen... Oh! En dan bovenkant uitlijnen. Oh. Het zijn er misschien iets te veel wel. Ja. Dus kan er, kunnen we om en om doen? Steeds eentje ertussen uithalen misschien? Ja, dan haal ik ongeveer de helft gewoon weg. Oh, ik zou ze het even... belangrijkste, ja, het belangrijkste voor het uitlijnen is dat de uiterste op de goede plek staan. En de rest verdeelt hij dan zelf. Horizontaal. Oh, zoiets, ongeveer. Ik kan het niet aan. Dat is te leuk. Het balkje zelf gaan we nu wel verbergen. Want anders gaat hij ook in de washi tape die rechthoek willen snijden. En dat hoeft natuurlijk niet. Ah. Dus we nemen eigenlijk gewoon deze. Ik heb een fout gemaakt vorige keer alles op roze. Iemand comment het al. Van, je hebt de roze gebruikt, maar die is voor stof. Ik moet hem eigenlijk op de matte doen. Of de blauwe mat. En ja. Oké. Okay. Maar het is toch wel goed gegaan, hè? Ja, maar die roze die plakt ook niet zo heel erg hard, omdat die stof deze... natuurlijk ook moet kunnen. Dus het kan wel. Ja. Maar je zal wel merken dat die blauwe makkelijker is. Oké. Ja. Kijk, zij is hem nu aan het testen. Dit is dan de stift. Die zet je erin. En ineens zit de stift een ander mesje. Dat geeft hij dan ook echt aan wat je moet inladen en zo. We hebben vorige keer eigenlijk alleen maar mes gebruikt. Oh. Kan het materiaal achterhalen? Oh, we hebben het echt heel anders. Ja. Draai je het materiaal om, zodat de mat bovenop ligt. Ja. En dan haal je eigenlijk met je hand, zorg je dat het papier plat blijft. Oh. En dan haal je de mat
eraf. Oh, het zat helemaal zo te scoopen, zeg maar. En moeilijk te doen. Oké, ik krijg nu dit bestand. Hoe leuk is dat? En dan ga ik het hier proberen te maken. Het is zo leuk. Je kan ook gewoon via internet met elkaar samen dit maken. En spelen ermee. Maar het is wel handiger om de centimeter kant boven te hebben natuurlijk. Want 1, 2, 3, 4. Ik heb toch een stukje van de vorige keer. Zo. Deze gaat tot 8. Dus die kan er wel op. Oké. Dus dan is het nu... Zo. Zo. Ja. Op. Dan ga ik hem erin doen. Welke medium cardstock? Ik zou intricate cuts nemen. Dus je kiest bladeren. En ja, dan type je gewoon intricate. Entry. En dan zou je het al moeten vinden als je interesse hebt. Ja. Ja. Doe ik die wel een sterretje geven? Oké, dan moet ik. Hij zegt 0.4 pen clamp A. Ja. Gewoon erin zetten of moet hij naar beneden vallen? Je houdt hem met je vinger aan de onderkant even vast, de klem. Ja. En dan duw je en dan hoor je een klikje en dan zit hij goed. Ja, bingo, ik heb hem. Oké, top. Dan klemmetje dicht. Ja. En dan heb ik standaard mes zit er nog in B. In, ja. Oké, dan mag je de mat laden. Een knippertang. Ja. Om het goed te snijden. Ik ben heel benieuwd. Heb ik hem goed geplakt? Ja, oké. En nu druk op go. Go. Gaat ie. Kijk nou. Kijk jongens, dit was ik aan het doen. Voor die interpretatie. Ja, nu doet hij met die pen gecombineerd. Dus nu kan je de mat ontladen. Ja. En dan omdraaien en het eraf halen. Ja, wij deden dus zo als een sticker eraf halen. Maar ik snap niet dat je inderdaad... Oh ja, 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 ja. Zo. Tadaa. Oeh, hij is heel mooi. Oh ja, superleuk. Oh, die is echt perfect gesneden. Oh. Ja. Heel fijn. Heerlijk. Kijk, en nu zit die ene zit hierop. En dat kan ik dan met die met deze weghalen, toch? Ja. Next. Oh, die letters. Oh. Hij is echt heel leuk. Hier, jongens, moet hier kijken. Dit is toch te cute. Zo. Hij is echt heel schattig. Oh, kijk. Oh ja, en die komt ook in. En de derde. Cool, leuk. Kijk, nu deze. Kijk nou. Kijk, ik ga hem nu om de planner doen. Ja, die met die lettertjes er bovenop aanhangend vind ik toch ook wel echt super leuk. Dit is echt leuk. Ik snap wel wat je bedoelt met dat het kwetsbaarder is. Maar kijk, dan kan je dus zo. Dat was het idee. Kijk. Dat is wel echt leuk. Leuk, hè? Ja. Ik zal alle drie even doen. Zo, en dan doen we die. Doen we erachter, een paar pagina's erachter. Dan kan je verschillende woorden hier zetten en verschillende thema's. Die is met... Oh nee, die gaan we nog met washi doen. Kijk nou, hoe leuk. Zo van, ik ben hier vandaag. Tada. Een soort paperclip van papier hebben we eigenlijk gemaakt. En kijk, je kan dus deze bijvoorbeeld weer hier opplakken. Mm. Ja, we hebben alleen geen lijm. Mm. We hebben geen prit. Maar
Dan doe je die hartjes van die ander. Doe je hierop. Oké, we gaan de grote finale doen. De washi. De washi. Oké, jongens, de grote finale. We hebben de washi tape erop geplakt. We gaan hem erin doen. Oh, welke stand zou ik moeten doen dan? Als je zoekt bij materialen, dan vind je een snijstand die noemt ook washi. Oké. Dus als we bladeren of materialen. En dan... Washi. Washi. Ja. Ja, washi sheet. Ja. Klaar. En hij zegt standaard mes en klem B. Oké. Oh, dit is spannend. Oké, daar gaat hij. Oh. Oh. Hij snijdt nu hartjes eruit. Oh. Oh. Kijk. Misschien moet ik even een tool hiervoor. Oh nee. Daar gaat hij. Huh? Is toch geweldig. Zullen we nou deze zo doen bijvoorbeeld? En dan... Die hartjes komen dan niet in het midden. Zo. Oké, wacht. Ik heb nu zo. Ja. Precies twee hartjes. En ja. Als ik het onderkantje pak. Super. En die plak ik. Oh my god, jongens. Kijk even. Plak ik hier. Dat is echt heel leuk. I like it. Zo. Volgens mij heb ik hem alleen een beetje scheef. Zo. Kijk nou hoe leuk. Ik heb dit gemaakt. Super. Ah, dat is echt leuk. Leuk, hè? Ja, die washi tape is ook echt heel tof op het papier. Dat glitter washi en dan uitgesneden zo. Ik vind het echt helemaal leuk. Top. Ik wil echt 1000 boekenleggers maken. Zo. Boekenlegger. Tada. Ja. Het is ook wanneer je het in de planner ziet en de combinatie van ja, het is echt zo. Op papier zie je het ook zo. Ja, het is gewoon mooi. Oh, wat was dit leuk! Superleuk! Echt genoten. Ik heb dus de Cricut Maker. Deze. En er zijn ook andere versies, toch? Je hebt ook zo'n kleintje. Ja, je hebt ook een Joy. Dat is een iets kleiner formaat. Die kan je eigenlijk bijna in je handtas meenemen. Die is een stukje kleiner, maar die is ook perfect geschikt om dit formaat van boekenleggers en stickers te maken. Ja. En dan heb je ook nog de Explore. Die is dezelfde grootte als de Maker. Alleen kan je met de Maker nog veel meer materialen snijden en bewerken. Dus je kan er ook hout mee snijden. Je kan er mee graveren. Ja. En dat soort dingen meer. Ja. Zo vet. Die bossen. Ja. Echt leuk. Echt leuk. Nou, dankjewel voor de workshop. Ja, heel graag gedaan. Ik ben heel benieuwd om te kijken wat je er nog allemaal ja. maakt. Ja. Oh, ik ben helemaal... Dit is toch vet. Dit is toch leuk. Echt knutsel. Ik word hier helemaal vrolijk van. Ik heb nog die washi tape. Ik wil alles vol bestikkeren. Ik zit al helemaal te denken. Die achterkant van mijn laptop. Daar wil ik nieuwe dingen opmaken. Voor mijn nieuwe planner. Wil ik nieuwe inhoud. Oh my god, ik zit al helemaal te denken. Ik kan die kaarten van die planners kan ik ook snijden. Ik kan van alles gaan snijden nu. Zo leuk. We hebben met die tractaties al zoveel lol gehad. Maar ik heb nu zoveel meer nog geleerd. Wat je er allemaal mee kan en zo. En de dingen die wij fout deden. Er hangt ook echt zo'n hele Cricut community omheen. Weet je wel, van mensen die hier dingen van maken. Ik heb gezien dat heel veel mensen dingen verkopen op Etsy en zo. Dus dat mensen echt geld verdienen met hun Cricut dingetjes die ze maken, personaliseren. En dat dan weer op Etsy verkopen. Nou, ik ben echt helemaal... Het is echt helemaal mijn ding dit. Oh, ik hou er echt van. Wat een leuk ding. Love it. Ik ga het hieronder linken. Ik ben helemaal fan. Dit is de Cricut. I love it. Oké, dit was geweldig. We gaan heel even moeten even luiers halen. En daarna gaan we de kleine meid onder halen. Het is nu 4:30. Het gaat helemaal voor luier. Het lijkt alsof ze alsjeblieft zegt. Mag ik een poppetje? Dankjewel.
Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dankjewel. Hallo. Ja. Ze zegt de hele tijd adieu of zo erachteraan, alsof het alsjeblieft is. Mag ik een blokje? Dankjewel. Dankjewel. Oh, ik ga maar jou geven. Alsjeblieft. Oh, jij wil zo zeker. Leuk, hè? Ja. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Had je nog eentje? Oh, ik zou wel snel zijn. Ja, daar kom ik, kom ik. Je bent niet snel genoeg. Sorry, daar kom ik. Kom, moet ik even zwemmen. Kom je hierheen, Mop? Ben je weer veilig tussen mijn benen? Ja. Losstaan, losstaan. Losstaan, kan je zo... Zo. Laat me los. Laat me los, laat me los. Laat me los. Zo, even tussen je benen weer. Ja. Voelt denk ik veilig. Je leunt nu met je buikje tegen me, heel zacht. Nog een euro nodig? Mina, hier zo. Je bent mee te slim. Gaan, je bent echt te slim. Slimmie. Hij staat. Hij staat. Los, 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 los! Ja! Yeah! Yeah! Goed zo! Oh ja, goed zo! Goed zo, mooi! Ik ga nog een keer doen, geen kettenkracht! Wow. Goed zo! Jee, dan doe doe. Oh, dit is lekker! Goed zo, mooi! Oh mijn god, ze doet het gewoon gelijk nog een keer. Ja, ze... ja! Ging je staan? Ja. Yeah. Ga je het nog een keer doen? Er ligt nog een uur aan het Ga je staan? Wil je nog een keer laten zien? Ik moet even, ja, dat zou. Kom eens, schat, nog een keer. En wij gaan eten. Dit is van gisteren. En dan met de toppings erop gedaan. Lekker vers. Heerlijk. Wij gaan Ferry de film kijken. Gisteren hebben we uitgekeken, de serie. God, dit is zo lekker, jongens. Nerds Gummy Clusters. Let op. Nerds in een gummy cluster. Tijd om vlogs te editen. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het